Hoe voel je je eigenlijk op dit moment? Ik voelde me lange tijd waardeloos. Je voelt je geen vrouw, wel moeder nu. Ik dacht een lange tijd, als ik een kasplantje word, weet ik niet of ik nog wel wil leven. Heb je het gevoel dat je nu veel meer bent dan een kasplantje? Ik heb hulp op iets herstel. Dan ga je toch anders denken. Alle hulp en steun van iedereen, dat geeft me positieve energie. Stichting Rita hebben we opgericht om het voor Rita mogelijk te maken om hele intensieve therapie te krijgen in het buitenland, in Atlanta. De standaardzorg in Nederland is zo ingericht dat bij een revalidatiecentrum dat ze hooguit enkele uren per dag echt therapie krijgt. En we hebben inzicht gekregen door hulp in te roepen van dokter Schedder en dokter Eilander. Die hebben ons inzicht gegeven dat er mogelijkheden liggen in Amerika voor intensiveren van de therapie, waardoor de kans op herstel van bepaalde functies vele malen wordt vergroot. Ja, het hele gezin gaat mee. Dat is ook een stukje van de behandeling, dat het gezin erbij betrokken wordt om overdag ook bij de therapie aanwezig te zijn. Dus dat is een heel kostbaar project. En daarvoor hebben jullie behoorlijk wat hulp gekregen vanuit alle hoeken volgens mij. Ja, een aantal vrienden van mij die zijn op een gegeven moment bij elkaar gezeten en hebben gezegd van nou, we gaan een stichting oprichten voor Rita. Nou, we hebben een heel team achter ons staan, want alleen kun je het ook niet. En die hebben gewoon gigantisch mooi werk verricht de afgelopen tijd. Dus we zijn met heel veel acties zijn we bezig. We zijn 2 weken geleden live gegaan met de voorbereiding van nauwelijks 3 weken denk ik. Maar sindsdien lijkt iedereen in het dorp erbij betrokken. En is het niet meer op een paar mensen, maar is iedereen aan het werk ermee. En gaat het ook fantastisch. Dus we hebben meer dan €50.000 opgehaald inmiddels. Maar er moet nog meer gebeuren. Er moet nog meer gebeuren. De inzet is €80.000. En wat Bert net ook al vertelde, er lopen nog steeds acties en er komen acties aan. Ik blijf positief. Anders is dat met mij gebeurd.